Zwaartekracht, is het een illusie? Ja, waar komt dat idee vandaan? Natuurlijk is zwaartekracht geen illusie, maar ik heb het ooit een keer gezegd, voor mij bestaat zwaartekracht niet. En dat is zo'n 7, 8 jaar geleden geweest toen ik een artikel geschreven heb, waarbij ik na ging denken op een andere manier over zwaartekracht, inderdaad over zwaartekracht in relatie met informatie. Nu zult u misschien denken van waar zijn de slides? Dat heeft te maken met het feit dat ik vandaag een mooie voordracht heb voorbereid, maar helaas mijn laptop heb thuisgelaten. Dus ik ga voor het eerst deze voordracht gewoon zo doen. U kunt gewoon luisteren en ik denk dat u heel veel zult begrijpen, want het gaat eigenlijk meer om de ideeën en ook meer om het verhaal erachter wat ik wil duidelijk maken. Van hoe kom ik uiteindelijk tot het idee om anders over zwaartekracht na te gaan denken? En dan ga ik eigenlijk terug naar mijn eigen motivatie van waarom ik natuurkunde ben gaan doen. En dat is een documentaire geweest in 1977 en dat heette De Sleutel tot het Heelal. En dat keek ik als middelbare scholier. Samen met mijn broer Herman, tweelingbroer. En het programma was avondvullend. Het bestond uit twee delen. Het eerste deel besprak alle nieuwe ontwikkelingen die hadden plaatsgevonden over elementaire deeltjes. Het reductionistische denken over waar alles uit is opgebouwd. Elementaire deeltjes en fundamentele krachten. Het was namelijk in de jaren 70 belangrijk werk gedaan, onder andere door Gerard het Hoofd. En die hadden ontdekt inderdaad hoe we al die deeltjes kunnen samenvatten in een soort standaardmodel. En die ontwikkelingen werden verteld. En dat gaat over krachten die over het allerkleinste gaan. Krachten zoals elektromagnetisme, kernkrachten die de kern bij elkaar houden. En daar hadden juist Gerard het Hoofd en zijn collega's nieuwe theorie voor ontwikkeld. En dat stond als een huis. Het tweede deel van het programma ging over zwaartekracht. En dat past inderdaad daar niet bij, want zwaartekracht gaat eigenlijk over het grote. Over het planeten, sterrenstelsels, het universum. Niet over het kleine. En inderdaad bleek dat ook zwaartekracht eigenlijk niet paste in dat standaardmodel. Maar er waren wel heel veel belangrijke ontdekkingen gedaan. Zwaartekracht, dat gaat ook over de plaatsen waar de meeste zwaartekracht is. En dat is eigenlijk in zwarte gaten. En in dat deel van het programma was Stephen Hawking, die kennen jullie wel, belangrijk natuurkundige, die inderdaad aan zwarte gaten heeft gewerkt, aan over het universum heeft nagedacht en had ontdekkingen gedaan over die zwarte gaten, en daar werd over verteld. Ik vond het alle twee fascinerend. Het kleine, het deeltjes en ook de zwaartekracht. En wat ik het meest bijzonder vond, is dat er eigenlijk een soort scheiding was. Dat eigenlijk de kleine theorie, die moet je beschrijven van kleine deeltjes in termen van kwantummechanica, dat bleek niet samen te gaan met die zwaartekracht. En toen besloot ik eigenlijk al in de middelbare schooltijd om te gaan, daar wil ik aan werken. Ik vind dat zo boeiend. Ik had de mensen gezien die eraan werkten en ik denk van daar wil ik aan meedoen. En daar ben ik inderdaad vele jaren later al in terechtgekomen. Dus uiteindelijk ben ik inderdaad gaan nadenken over die manier om kwantummechanica met zwaartekracht samen te gaan voegen. Ik ben in Utrecht gaan studeren en met mijn broer en een aantal andere medestudenten gingen wij inderdaad verder in die richting. En we kregen colleges van Gerard het Hoofd en van andere docenten, onder andere over zwarte gaten en over die problemen. En ik ben gaan promoveren hier in Utrecht op een onderwerp, dat was de snaartheorie. Nou, wat is snaartheorie? Die allerkleinste deeltjes, zeg maar, die kunnen krachten hebben. En daar wordt over nagedacht als puntdeeltjes die andere deeltjes uitwisselen. En dat bleek juist een probleem te zijn als je datzelfde beeld toepast op de zwaartekracht, dat het niet gaat werken. En toen was snaartheorie tevoorschijn gekomen als een soort kandidaat om die kleine theorie van die kwantummechanica samen te voegen met die grote krachten zoals zwaartekracht en juist wat er dan plaatsvindt in bijvoorbeeld zwarte gaten. Nou, die theorie was mathematisch heel ingewikkeld. We moesten heel veel wiskunde doen. En ik ben gepromoveerd toen in 1988, eigenlijk hier niet ver vandaan. Ik heb een foto nog van die tijd waarbij Herman en ik, we zijn samen gepromoveerd, hier voor het academiegebouw staan. En toen zijn wij inderdaad doorgegaan over het nadenken over die vragen, onder andere ook over die zwarte gaten. Nu, een belangrijke ontdekking die dus Hawking gedaan had over die zwarte gaten, was dat zwarte gaten, dat zijn eigenlijk objecten waar de zwaartekracht enorm sterk is. En laat ik u eerst iets vertellen over inderdaad hoe zwaartekracht dan werkt. Ik bedoel, we hebben op de middelbare school altijd geleerd dat zwaartekracht
Dat kun je beschrijven via de wetten van Newton. Dus Newton zegt dat twee voorwerpen, als die een bepaalde massa hebben, dat die elkaar aantrekken met een kracht die omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand. Dus iets wat twee keer zo ver weg is, dat zou dan vier keer zo zwakke kracht voelen. En dat moet je een beetje vergelijken met inderdaad een soort bol. Als je een bol hebt, hoe groeit het oppervlak? Dat groeit ook met het kwadraat. En dat speelt een belangrijke rol eigenlijk in het begrijpen van die zwaartekracht. Die zwaartekracht heeft wat wij een 1 gedeelde R-kwadraatwet noemen. En dat heeft te maken met het feit dat inderdaad al die zwaartekracht, die gaat naar buiten toe. Die bollen worden groter en uiteindelijk wordt de zwaartekracht daardoor ook zwakker. Nou, als je heel veel materie bij elkaar voegt, dan krijg je inderdaad een sterkere zwaartekracht. En daarvoor moet je de theorie van Einstein gebruiken. En Einsteins theorie die vertelt je dat zwaartekracht ook begrepen kan worden via een manier, op een andere manier over de ruimte gaan nadenken, waarbij je niet denkt dat de ruimte gewoon vlak is. Einstein die hield rekening met de lichtsnelheid. En als de lichtsnelheid een rol gaat spelen, dus dan moet je eigenlijk ook een hele zware zwaartekracht hebben, dan blijkt inderdaad dat de ruimte niet meer gewoon krom is, of recht is, maar gewoon krom. Als waar je moet vergelijken met een soort laken waar je een gewicht op kan leggen, en dan weet je dat er een soort deuk ontstaat, een soort kromming in de ruimte, en dat is de reden waarom andere voorwerpen dan niet meer rechte lijnen bewegen. En zo begreep Einstein eigenlijk waarom planeten rond de zon dan die beweging maken, maar ook hoe eigenlijk zwaartekracht werkt bij zwarte gaten. En daar gebeurt iets heel bijzonders. Zwarte gaten die hebben namelijk zoveel materie erin zitten dat zelfs licht niet kan ontsnappen. Dus dit is een verhaal waarbij je kunt berekeningen doen en onder andere ook allerlei gedachte-experimenten. Nou, wat maakt een zwart gat bijzonder? Inderdaad dat er zo'n denkbeeldige bol omheen is, dat als je daar binnen gaat, dan kun je niet meer ontsnappen omdat zelfs licht niet eruit weg kan. Er is een soort horizon, noemen we dat, die je vertelt dat alles wat daarachter zit eigenlijk niet meer te zien is. Alles wat erin gegooid wordt verdwijnt uit ons oogveld. En dat is wat een zwart gat bijzonder maakt, is dat er eigenlijk dus zelfs niets kan uit ontsnappen, zelfs licht niet. En omdat niets sneller kan dan het licht, gaat er ook echt niets uit. Nu had Hawking een belangrijke ontdekking gedaan. Ik vertelde u al dat er eigenlijk een probleem is met zwaartekracht en kwantummechanica. Toch ging Hawking nadenken over wat zou de rol zijn van kwantummechanica in de buurt van die zwarte gaten. En hij ontdekte iets heel bijzonders. Volgens Einstein en volgens de klassieke mechanica, betekent dus als je geen rekening houdt met kwantummechanica, kan niets uit een zwart gat ontsnappen. Een zwart gat is werkelijk iets waar je alles maar alleen maar in kan gooien en waar niets uit kan weggaan. Maar Hawking zag in dat wanneer je rekening houdt met de kwantummechanica, dat er een kleine onzekerheid gaat ontstaan in de energie van deeltjes. En hij kon daaruit berekenen dat zo'n zwart gat toch straling uitzendt. En er komen dus toch deeltjes uit. En dat komt door die kwantummechanica. En dat had heel veel consequenties. En er waren allerlei ideeën over waar hij mee in discussie ging, juist met Gerard het Hooft. Gerard het Hooft was ook bekend met die berekening van Hawking, maar hij keek er toch anders tegenaan. En waar ging die discussie nou over? Die discussie ging over informatie. En eigenlijk die discussie tussen het Hooft en Hawking, eigenlijk de twee mensen die voor mij eigenlijk in het, die ik al op tv zag als middelbare scholier, die waren eigenlijk in discussie over een heel belangrijk onderwerp waar ik mij ook toe aangetrokken voel. Ik denk, dat wil ik begrijpen. Wat is nou die relatie tussen informatie en die zwaartekracht? Nou, om dat wat meer duidelijk te gaan maken, moet ik je iets meer gaan vertellen. Ja, wat is eigenlijk informatie? En waarom denken we eigenlijk na over informatie? En waarom is informatie ook belangrijk? Maar goed, in ieder geval, die discussie was eigenlijk de eerste aanwijzing dat er toch iets bijzonders aan de hand is met zwaartekracht. Hoe ga ik dat aanpakken? Ik ga inderdaad u vertellen iets over waarom informatie een belangrijke rol speelt in de natuurkunde. En op welke manier we daar ook mee bezig zijn. En het heeft ook mee te maken met hoe wij als natuurkundigen zelf nadenken over de natuur. Wij zijn getraind om de dingen te versimpelen. Als wij als mens
over de natuur nadenken of over iets nadenken, dan denken we heel gauw over abstracte dingen na. Als ik u iets teken hier, wat was dat? Een driehoek? Of ik doe het nou even nog iets groter hier. Een huis, ja. Dus mensen zijn heel snel in het herkennen van iets. En dat is omdat wij in kleine, wij zien in iets, we reduceren tot de essentie. Als ik een wiel neem, dan hebben wij een abstract idee dat een wiel perfect rond is. Maar als je naar een werkelijk wiel kijkt, er is geen één wiel wat perfect rond is. Wij idealiseren en wij daarmee abstraheren wij ook en vergeten wij informatie. Daar is al de eerste keer dat we informatie nodig hebben om eigenlijk meer in detail te kijken wat er gaande is. Maar wij zijn als natuurkundigen ook de natuur aan het beschrijven op een manier waarbij eigenlijk dingen samenvatten op een manier waarbij we informatie vergeten. En het heeft gevolgen. Een belangrijk gevolg is dat de termen die wij gebruiken als taal, ook als we kijken naar de natuur, vaak afgeleid zijn iets wat microscopisch bijvoorbeeld niet hoeft te bestaan. Ik ga u een voorbeeld geven. Als ik kijk naar alle moleculen hier in de ruimte, daar kan ik niet bij bijhouden hoe die allemaal bewegen. Toch hebben wij een manier om te beschrijven wat daarmee gebeurt. We hebben temperatuur en druk en dat zijn eigenschappen die wij handig vinden om te gebruiken. Maar als je werkelijk zegt, bestaat dat nou microscopisch? Nee, microscopisch heeft een molecuul geen temperatuur, het heeft ook geen druk. Het zijn eigenlijk statistische eigenschappen van al die moleculen samen. En daar is ook een andere verband mee, namelijk dat ik daardoor zoveel informatie ga vergeten, dat ik zelfs rekening moet houden met hoeveel informatie ik vergeet. Wat bedoel ik dus met informatie? Waarom zijn we trouwens bezig met informatie? We denken toch van de natuurkunde gaat over deeltjes, het gaat over krachten. Dat is de taal van de 20e eeuw. We leven in een andere tijd waarbij inderdaad met informatie bezig zijn. En informatie voor mij is niet wat er in de krant staat of wat wij nuttig vinden. Informatie is gewoon een hoeveelheid informatie zoals nullen en enen. Bits of bytes. Dus als ik wil aangeven hoe alle moleculen hier in de ruimte bewegen, moet ik heel veel informatie aan u geven. Namelijk de posities en alle snelheden van die moleculen. En informatie kun je tellen. Je kunt bits inderdaad tellen. Je kunt namelijk zeggen er zijn bytes en bits. Dat zijn hoeveelheid informatie, hoeveelheid nullen en enen. En er is ook een grootheid, dat noemen we entropie. En entropie kun je over nadenken inderdaad als hoeveel informatie heb ik nodig om te beschrijven wat al die moleculen doen. En het is die grootheid die inderdaad voor ons heel veel belangrijk is eigenlijk. Uiteindelijk is ook wat Hawking heeft ontdekt, is dat ook zwarte gaten een entropie hebben. Dus alles wat we aan informatie kunnen tellen, dat kunnen we uitdrukken in een grootheid die we entropie noemen. En bij een zwart gat blijkt die grootte van de hoeveelheid informatie evenredig te zijn met dat oppervlak van die horizon. Dus zwarte gaten hebben ook entropie. Dat was de ontdekking van Hawking en dat is eigenlijk ook de discussie die het hoofd en Hawking begonnen aan te gaan. Nu hebben we daar inderdaad heel veel over geleerd. Ik zei u al, ik ben eigenlijk begonnen met snaartheorie en daar heb ik heel veel wiskunde geleerd, heel veel wiskunde toegepast. Uiteindelijk konden we ook beter begrijpen hoe die zwarte gaten in elkaar zaten. Maar uiteindelijk had ik een moment waarop ik dacht van, ja, het wordt te ingewikkeld wat we met snaartheorie in doen zijn. Waar zit nu de essentie van wat we met al die wiskunde doen? En wat is eigenlijk de essentie van waar die zwaartekracht vandaan zou komen? De reden waarom ik namelijk inzag dat de zwaartekracht misschien afgeleid kan worden, is dezelfde reden dat wij de wetten van wat ik de thermodynamica noem, kunnen afleiden. Dus ik noemde u al temperatuur, is een begrip dat we kunnen afleiden uit de statistische beweging van alle moleculen. We kunnen ook berekenen hoeveel entropie aanwezig is. En dan is er een manier waarop we de wetten van de thermodynamica kunnen afleiden door microscopisch te gaan nadenken over al die moleculen. Dus de wetten van de thermodynamica zijn geen fundamentele wetten. Het is wat wij emergent noemen. Het zijn wetten die wij kunnen afleiden door meer te gaan nadenken wat daaronder ligt. De microscopische beweging. Dus dat is eigenlijk het reductionisme. Maar hetgene wat tevoorschijn komt is juist iets wat emergent is. Iets wat juist op macroscopisch niveau belangrijk is. En wat juist op macroscopisch niveau van belang is,
hoeft microscopisch geen betekenis te hebben. Die twee dingen zijn eigenlijk verschillend. En hier heb je inderdaad het verschil tussen reductionisme, waarbij je nadenkt, ik moet eigenlijk alles kunnen afleiden uit het kleinste, en hetgene wat dan emergent is, in ieder geval dingen die juist op grotere schaal een rol spelen. Dus ik had door dat eigenlijk wat er op kleine schaal gebeurt, dat inderdaad wel belangrijk is, maar we hoeven niet eens de details te weten. We kunnen proberen af te leiden wat die zwaartekracht doet op grotere afstanden, door rekening te houden met die hoeveelheid informatie. Dus waarom is informatie nogmaals belangrijk? Als je namelijk weet wat de moleculen doen in een ruimte, dan kun je natellen van hoeveel mogelijkheden hebben ze. Als ik al deze moleculen bij elkaar neem en ze ergens in de hoek neerzet, dan hebben ze veel minder ruimte en daardoor ook bevatten ze veel minder informatie. Ik kan ze allemaal bij elkaar nemen en zeggen ik wil ze allemaal daar hebben. Maar als ik ze loslaat, dan zullen ze de hele ruimte weer opvullen. En de reden is inderdaad dat ze eigenlijk die aantal mogelijkheden weer gaan innemen. Dus je ziet eigenlijk dat er kan zo'n soort kracht ontstaan. En dat is eigenlijk hoe wij ook bijvoorbeeld druk begrijpen. Die moleculen die bewegen en die proberen eigenlijk de hele ruimte weer op te vullen. Dus dat is een manier waarop je inderdaad krachten tevoorschijn krijgt door ook microscopisch na te denken over wat er gebeurt. Nou, datzelfde kunnen we eigenlijk doen met zwaartekracht. En ik heb inderdaad toen 8 jaar geleden een moment gehad waarop ik denk van hey, ik wil op een andere manier over zwaartekracht gaan nadenken. Ik zal er iets meer over dat moment vertellen. Het was tijdens een vakantie. Er was bij mij ingebroken in mijn hotelkamer en de sleutel van mijn auto was verdwenen. Ook mijn laptop en ik had allerlei dingen daar die ik kwijt was en ook moest wachten tot de sleutel weer terugkwam. Dus ik had daar een week waarbij ik gewoon dacht van ja, ik moet hier maar blijven. En toen ben ik gaan nadenken en toen kwam er inderdaad in die week een idee binnen. En dat idee was een soort eureka-moment over ja, ik kan die zwaartekracht afleiden. De wet van Newton kan ik afleiden uit een heel eenvoudig argument waarbij ik maar aanneem dat er informatie aanwezig is in de ruimte en dat die verdeeld is over een bol. En dan kan ik uit de principes van de thermodynamica die wet van Newton afleiden. En dat is een artikel wat ik toen schreef. Dat artikel heette On the Origin of Gravity and the Laws of Newton. En dat sloeg in als een bom. En ik, eigenlijk op het moment dat ik dat idee had, wist ik dat al. Ik denk van nou, waarom komt er niet een of andere journalist op me af die dit al wil weten? En dat bleek inderdaad, een jaar later heeft het in de New York Times gestaan. En daar komt eigenlijk die titel vandaan, zwaartekracht bestaat niet. Want hij was degene die mij inderdaad het vroeg. Van ik zeg, ja, voor mij bestaat eigenlijk zwaartekracht niet. Ik zeg, elke dag weet ik dat ik het opnieuw kan afleiden. Als ik 's ochtends aanneem dat het niet bestaat, kan ik toch weten dat het er is, omdat ik kan het afleiden uit een microscopische kijk. En nou goed, dat had heel veel impact inderdaad. Er was heel veel reactie op. Als je nou vraagt wat had het nou precies gedaan, dan had ik eigenlijk de argumenten die Hawking en zijn collega's had gebruikt, omgedraaid. Ik heb eigenlijk gezegd van nou, wat Hawking heeft ontdekt, dat die zwarte gaten een temperatuur hebben en een entropie, dat ga ik aannemen en dan ga ik vervolgens daar de zwaartekracht uit afleiden. En terwijl Hawking had juist zwaartekracht aangenomen en daar dat die entropie en die temperatuur uit afgeleid. Dus dat was eigenlijk een soort omgekeerd argument. Daar is inderdaad veel over gediscussieerd en als je nu vraagt van wat heeft het nu eigenlijk met mijn collega's, hebben die nou meteen dat geaccepteerd? Die hebben eigenlijk een soort afwachtende houding gehad. Die hebben inderdaad gedacht van, nou laat eens nog eens zien wat daaruit gaat komen. Want ik ging inderdaad tegen een bepaalde kijk in. Einsteins theorie, van dat is zijn relativiteitstheorie, die werd zo bewonderd en er is ook zoveel bewijs voor dat het allemaal heel goed werkt, dat iedereen neemt aan dat het wel juist is. Bijvoorbeeld, u heeft ongetwijfeld gehoord van zwaartekrachtsgolven. Dat is een van de voorspellingen van Einsteins theorie. Die zijn onlangs, 2 jaar geleden voor het eerst ontdekt, in ieder geval waargenomen. En elke paar maanden wordt er weer een bewijs gevonden dat bijvoorbeeld 2 zwarte gaten om elkaar heen draaien. Die kunnen dan inspiraliseren en krijgen dan golven in de ruimte die naar ons toe bewegen. En die kun je meten. Nou, en dat is een voorspelling van Einsteins theorie. En dan zegt men, ja, Einstein heeft gelijk. Toch zijn er situaties waarbij Einstein's theorie en ook die van Newton niet altijd goed werkt. En dan kom ik inderdaad toe op een idee wat ik eigenlijk vrij snel had na mijn vorige artikel. Dat artikel was 8 jaar geleden
En ik kreeg inderdaad een idee van dat moet een relatie zijn tussen die informatie en zwaartekracht. En ook iets over wat er met het universum aan de hand is. Ik ga het als volgt vertellen. Laat ik inderdaad zeggen van wat is dan anders aan die zwaartekracht in het universum op, als je op andere afstanden gaat kijken. Dus Newtons wet werkt heel goed als je kijkt naar de beweging van planeten. Planeten die daar wat Newton juist zijn zwaartekrachtswet uit afgeleid. En dan zie je ook heel precies dat de planeten voldoen aan de wetten van Newton. Als je de snelheden neemt van planeten die rond de zon draaien, omdat de kracht afneemt met de afstand, gaan die op een gegeven moment langzamer draaien. Dat komt ook omdat er minder hard aan getrokken wordt. Maar er zijn plaatsen in het universum waarbij dat heel anders gebeurt. En dat zijn namelijk als je kijkt naar sterrenstelsels. Dus de zon is een ster en daar zijn planeten omheen. Maar we hebben heel veel sterren en samen vormen die een sterrenstelsel, waarbij in het midden weer heel veel sterren bij elkaar zitten en de andere sterren daar omheen bewegen. Dus je zou bijna zeggen dat het net zoiets als een zonnestelsel, maar alleen het is nu gemaakt uit sterren, waarbij heel veel sterren in het midden zitten en de andere sterren eromheen bewegen. En ook daar zou je verwachten dat de zwaartekracht minder sterk wordt als je naar buiten gaat. En dat betekent dus dat sterren langzamer moeten gaan draaien als je verder weg gaat. Nou, dat blijkt niet te gebeuren. Als je kijkt naar de sterren en de snelheid van sterren in sterrenstelsels, die blijken als je verder weg gaat eigenlijk met een constante snelheid te bewegen. Eigenlijk veel te snel als je de wetten van Newton zou gebruiken en ook die van Einstein, dan zou je moeten concluderen dat ze eigenlijk uit de bocht moeten vliegen. Want ze gaan zo hard, ik bedoel, je kent wel dat als je in een draaimolen zit, dan moet er aan je getrokken worden om te zorgen dat je in een rondje kunt gaan. Want als het niet hard genoeg getrokken wordt, dan ga je naar buiten. Nou, datzelfde gebeurt eigenlijk met die sterren als er niet hard genoeg getrokken wordt. Dus een sterrenstelsel is een soort platte schijf, waarbij al die sterren bewegen en met een te grote snelheid. En hoe moet je dat nu bij elkaar houden? Nou, daar is maar één oplossing voor. En die ene oplossing is aannemen dat er meer zwaartekracht is. Nou, hoe krijg je meer zwaartekracht? Nou, als je de wetten van Newton aanneemt, moet je meer massa hebben. Dus dit is eigenlijk waar het aanname van donkere materie vandaan komt. Er is een materie die we niet kunnen zien. Die zit niet in die sterren. Die moet daar gewoon omheen zitten als een soort wolk. En dat moet zorgen dat er meer zwaartekracht is, waardoor die sterren niet uit de bocht vliegen. Nou, dit is voor mij, aanvankelijk dacht ik ook, ja, dat moet het werken. Maar het was mij een soort aanwijzing dat er misschien toch een mogelijk gevolg was van mijn idee over anders over zwaartekracht gaan nadenken. Waarom zou zwaartekracht daar anders kunnen werken? Nou, daar had ik inderdaad een idee over. En dan ga ik iets vertellen inderdaad over hoe wij tegen het universum aankijken. Wij zitten eigenlijk zelf hier op aarde en we kijken naar alles om ons heen. En we kijken naar buiten. En we zien inderdaad sterrenstelsels. En die sterrenstelsels, we hebben er een aantal dichtbij. We leven er zelf in de Melkweg, dat is ook een sterrenstelsel. Maar er zijn andere in de buurt. En andere zijn weer verder weg. En al ongeveer, bijna een eeuw geleden begon men te kijken naar die sterrenstelsels en in 1930 ongeveer kwam Hubble met de ontdekking dat die sterrenstelsels van ons vandaan bewegen met een bepaalde snelheid. En die snelheid wordt groter naarmate ze verder weg staan. En dat is juist het idee van een uitdijend heelal. Nou ja, goed. Als je een heelal zegt dat uitdijt, dan is men gaan redeneren van, nou ja, als we de dingen van ons vandaan bewegen, dan kunnen we het uitrekenen wat er gebeurt als we naar het verleden toe gaan. Want als ze nu van ons vandaan bewegen, dan gaan ze in het verleden naar elkaar toe. En dat is uiteindelijk dat de dichtheid, nu wordt die steeds dunner, maar als je naar het verleden gaat, moet die steeds dichter zijn geworden, steeds groter. En dat is het idee geweest dat als je dan lang genoeg terugrekent, dan moet alles zo dicht bij elkaar hebben gezeten, dat het heelal wel een moment heeft gehad dat het zo dicht was en zo heet ook werd. En dat is het idee van de oerknal. Het is eigenlijk geconcludeerd uit het terugrekenen van al die bewegingen van die sterrenstelsels.
Er is ook gekeken naar straling die aanwezig is. Want eigenlijk als wij kijken vanuit ons aarde, kijken we naar buiten toe. Maar omdat licht een bepaalde tijd erover doet om naar ons toe te komen, zijn we eigenlijk terug in het kijken in de tijd. Een signaal wat langer erover doet om naar ons te komen, omdat het een grotere afstand moet afleggen, dat betekent dus ook dat het verder uit het verleden moet terugkomen. Dus eigenlijk onze verste objecten zijn ook het oudste, want het licht doet er heel lang over om naar ons toe te komen. En op die manier kijken we eigenlijk terug in de tijd. En dan zien we inderdaad dat er een moment moet zijn geweest dat een licht is ontstaan, het eerste licht uit het begin van het heelal. En daar heeft men aan metingen aan gedaan en men heeft verder gemeten dat de uitdijing van het heelal op een bepaalde manier versnelt. En daar heeft men uit geconcludeerd hoeveel materie en alles aanwezig is in ons universum. En ik zei al, er is gewone materie, die kunnen we zien, daar zijn we uit gemaakt. Dat is protonen, neutronen en alle deeltjes die eigenlijk ook in dat standaardmodel passen. Maar er blijkt veel meer energie aanwezig te zijn in het universum dan dat we nodig hebben eigenlijk om alle materie te beschrijven. De materie is ten hoogste, die wij kennen dus, maar ten hoogste 5%. En sterren trouwens is minder dan 1%. Daartussen moet nog ergens materie zitten die we niet kunnen zien, gewone materie zoals wij staan, zeg maar protonen en neutronen. Maar dat is nog maar 5% van het hele heelal, of de energie in het hele universum. Er blijkt donkere materie, die moet aanwezig zijn bij die sterrenstelsels, dat blijkt ook aanwezig zijn in het hele universum, en het blijkt 5 keer zoveel te zijn als de gewone materie. Dus samen is donkere materie en gewone materie 30%, en dan is er 70% iets dat heet donkere energie. Het feit dat die termen gebruikt worden, geeft eigenlijk al aan dat men niet weet wat het is. En dat klopt. Donkere energie is een soort energie die door het hele universum heen zit. En waar wij helemaal niet bij kunnen. En die we eigenlijk ook niet kunnen meten. Het enige wat we ervan zien is het effect op de beweging van de sterrenstelsels op het universum. Hetzelfde met donkere materie kunnen we niet zien. Het enige wat we zien is het effect op de zwaartekracht. Als er zoveel dingen zijn die wij niet kunnen zien, dan vraag ik mij af of wij inderdaad wel de juiste wetten hebben. En dus ik heb inderdaad onlangs, en dat is in november geweest, vorig jaar, of eigenlijk bijna anderhalf jaar geleden al, een artikel geschreven wat daar een andere kijk op heeft. En dat heeft te maken met inderdaad die ideeën over de relatie met informatie en zwaartekracht. En misschien moet ik u dan inderdaad duidelijk maken wat het voornaamste idee is geweest. Allereerst dat wij in onze beschrijving van de natuur vereenvoudiging hebben gemaakt. En daardoor inderdaad heel veel informatie zijn vergeten. Juist die entropie waar ik het over had, die is ook aanwezig in het universum. Het universum heeft namelijk ook een horizon. Een zwart gat heeft een horizon, maar ook een universum wat uitdijdt. Als je kijkt naar de beweging van die sterrenstelsels die van ons vandaan bewegen, die bewegen met grotere snelheden van ons vandaan als ze verder weg zijn. En op een gegeven moment is er een afstand dat ze met de lichtsnelheid van ons vandaan bewegen. En die lichtafstand, dat noemen wij de horizon. En ook daar kun je dan uitrekenen wat de hoeveelheid informatie is die je daarvoor nodig hebt. En dan gebruik je diezelfde wet die Hawking had, namelijk dat het eigenlijk het oppervlak is van die horizon. En dan kom je aan een enorme hoeveelheid informatie die eigenlijk aanwezig is in het universum, die wij niet gebruiken om onze gebronnen materie te beschrijven. Dus eigenlijk meer aanwezig dan we kunnen zien. Net zoals er luchtmoleculen hier zijn die wij niet kunnen zien, maar we weten wel dat ze er zijn, we merken de effecten ervan. En datzelfde is eigenlijk aanwezig in het universum. Dus ik denk eigenlijk dat wij in onze constructie van de natuurwetten, zoals wij hebben toegepast, eigenlijk te reductionistisch zijn bezig geweest. En zijn gaan zoeken naar verklaringen in termen van deeltjes, krachten als de enige taal die we hebben. Uiteindelijk is informatie een taal waar we mee moeten gaan nadenken. En dan is er een nieuwe kijk op het universum die dan gevuld is met deze informatie. En waarbij je inderdaad kan uitrekenen wat er dan gebeurt in de buurt van die sterrenstelsels. Dus ik heb een berekening gedaan waardoor ik, door aan te nemen eigenlijk dat het universum meer informatie bevat, die te maken heeft eigenlijk met die donkere energie die we ook zien, die berekening heb ik gedaan waardoor ik die extra kracht kon berekenen die
nodig is om sterrenstelsels bij elkaar te houden. En ik heb dat idee alleen maar kunnen krijgen door anders over zwaartekracht te gaan nadenken. Dus dit is in ieder geval het verhaal, iets over wat ik gedaan heb aan die zwaartekracht en hoe daar een beetje op gereageerd is, wil ik dan nog wel uitleggen. Want je gaat inderdaad in tegen wat mensen denken en zeggen. Wat mensen namelijk zeggen is dat zwaartekracht gewoon werkt zoals Newton en Einstein dat hebben gezegd. En dat we dus meer materie moeten zoeken. En er wordt ook heel veel naar gekeken, naar die donkere materie. Heel veel geïnvesteerd in grote experimenten. Er wordt gezocht bij die deeltjesversneller op CERN naar nieuwe deeltjes. Er wordt gezocht onder de grond in detectoren om te kijken of we die deeltjes kunnen vinden. Er is heel veel in geïnvesteerd. Dus als je hun vertelt, er is geen donkere materie, dan zijn ze niet blij. Dus er is zeker een hele discussie gaande van, ja, klopt het wel, het idee, en moeten we daar nog mee verder gaan? Voor mij is het ook maar een eerste stap. Een theorie is niet in één keer af. Je begint met een idee wat je vervolgens weer verder moet uitwerken. Maar als ik dan nadenk over wat ik allemaal weet, over wat we met die zwarte gaten hebben bestudeerd, wat ik met snaartheorie heb gedaan, dan weet ik gewoon dat de volgende stappen uiteindelijk mogelijk zijn en ook gedaan kunnen worden. Dat verlangt wel dat er meer collega's mee gaan doen. En dus dat is eigenlijk wat mijn bezigheid eigenlijk afgelopen jaar is geweest. Ik heb inderdaad veel reacties gekregen, ook uitnodigingen gekregen om mijn theorie te presenteren. Dat doe ik dus voor algemeen publiek, maar ook natuurlijk vooral voor mijn collega's op conferenties of ook bij instituten die met name onderzoek doen aan die zwaartekracht in situaties zoals bij sterrenstelsels. En de reacties, moeten zeggen, zijn positief in de zin dat men het idee leuk vindt en ook wel interessant vindt, maar dat men ook zit af te wachten, ja, hoe moet je daar nu weer verder mee gaan? Maar vreemd genoeg, de wetenschappers die het minst snel nu lijken om te gaan slaan, zijn eigenlijk mijn eigen collega's in de snaartheorie. Ik heb de ideeën daarvan gebruikt, maar deze mensen zijn, moet ik zeggen, wat voorzichtig. Die zijn eigenlijk ook heel nauw blijven ze bij die wiskundige precieze berekeningen die ze altijd doen. Want je moet hiervoor toch wat meer een stap verder nemen. Ook wel geïnteresseerd zijn in het proberen in die ideeën te toetsen ook aan waarnemingen. Hetgene wat snaartheoreten nogal heel snel doen, is eigenlijk alleen over dat hele kleine nadenken. Over zwarte gaten waar we niet 1, 2, 3 metingen aan kunnen doen. Of over een universum waar eigenlijk geen donkere energie in aanwezig is. En dat zijn geïdealiseerde berekeningsmodellen. Eigenlijk ideaal, waarbij je heel wiskundig precies kan zijn, maar waarbij het contact met de natuurkunde een stuk lastiger is. Ik heb die sprong gemaakt. En daarin voel ik mij inderdaad iets als een pionier, waarbij je toch zegt van, ja, ik ga dit proberen. Ik hoop uiteindelijk dat ik door argumenten die ik heb gebruikt in mijn werk, en ook door de discussie aan te gaan en ook weer volgende stappen te maken, ik steeds meer collega's achter me krijg. Er zijn zeker een aantal mensen die mij steunen. Ik heb met mijn broer Herman veel gesproken, die is zeker... begrijpt hij de intuïtie die ik gebruik. Hij is ook iemand die niet snel trouwens te overtuigen is. Het is niet zo dat als ik met hem discussieer meteen het argument al gewonnen heb. Nee, hij gaat juist heel hard tegen mij in. Dus ik kan met hem over deze ideeën praten. En hij zal zeker iemand zijn die voor mij belangrijk wordt ook in de volgende stappen. Robert Dijkgraaf is trouwens ook iemand die mij in die eerste keren dat ik begon met die idee over zwaartekracht al eigenlijk stimuleerde. Toen ik hem vertelde over het argument hoe ik zwaartekracht kon afleiden, zei hij tegen mij dat dit gaat impact hebben en dat moet je gewoon op zo'n simpele mogelijke manier opschrijven. En er zijn andere collega's binnen de snaartheorie die langzaam mijn hand beginnen door te hebben dat hier iets aan de hand is. Maar goed, dat kost tijd. Het is inderdaad een verschuiving over hoe je over dingen moet gaan nadenken. En wat onder andere blijkt is dat je moet durf hebben om bepaalde dingen los te laten en ook daar weer nieuwe dingen voor in de plaats te zetten. Van wat is dan anders aan die zwaartekracht en wat is er dan anders bijvoorbeeld aan die oerknal? Die vraag krijg ik ook elke keer. Dat verhaal is ook een keer naar boven gekomen omdat ik ooit zei van nou ja, als op deze manier over zwaartekracht nagedacht moet worden, dan met name in verband met informatie, dan denk ik dat het standaard idee
dat het hele universum ooit is begonnen op een heel klein plekje en dan daaruit is ontstaan en dan ineens, of eigenlijk uit niets is ontstaan, want dat is eigenlijk wat de oerknal zegt. De oerknal zegt eigenlijk van, ja, er was een moment waarop er geen tijd was en ineens was de tijd er en alles kwam daaruit tevoorschijn en alles begon uit te dijen. Voor mij is dat een onlogisch verhaal. En ik denk inderdaad dat als we rekening houden met al die informatie die we hebben vergeten, dat als we dan gaan terugrekenen wat er gebeurt, dat dan het verhaal niet is dat alles op één moment ontstond. Nee, dan denk ik juist dat idee van emergentie. Dus wat is emergentie? Betekent, is eigenlijk een veel subtieler iets, waarbij, wat ik al zei, de begrippen van ruimte en tijd die wij gebruiken, zijn eigenlijk microscopisch niet aanwezig. Wij hebben die ingevoerd om de natuur te beschrijven. Maar als je vraagt, wat is uiteindelijk de taal waarin de natuur denkt, dan zou dat een heel andere kunnen zijn. Dit idee is wat filosofisch geworden. Dat klopt eigenlijk ook wel. Ik zeg, heeft ook wat te maken met inderdaad hoe ik nadenk over ons als natuurkundigen. Of als mensen. En laat ik dan het volgende u vertellen. Als ik het hele leeftijd van het universum, zoals men dat nu heeft uitgerekend, dat is 13,8 miljard jaar, zou comprimeren tot 1 jaar. Je zegt dat is 1 jaar, dus dat is de leeftijd van het universum. Dan is de mens 1 minuut voor 12 op 31 december tevoorschijn gekomen. En als je kijkt van die tijd, hoeveel tijd hebben wij werkelijk nagedacht over het universum? Hoe lang hebben wij waarnemingen gedaan? Dan is dat een fractie van een seconde. Dus de natuurkundigen hebben eigenlijk uit een heel kleine waarneming proberen uit te rekenen wat er gebeurd is aan het begin van het jaar. Als je 1 seconde waarneemt, moet je proberen uit te rekenen wat er gebeurd is. Dat is lastig. En ik denk werkelijk dat dus de wetten zoals we die nu hebben eigenlijk te simpel zijn. Wij zijn als mens eigenlijk in staat om te abstraheren en alles wat wij kennen en begrijpen en zien, proberen in kleine eenheden zoals een tekening of een formule. Maar uiteindelijk hebben wij nog niet door wat er allemaal in het universum plaatsvindt. En als we dat allemaal toevoegen, dan zal dat verhaal over dat begin er anders uit gaan zien. En dan denk ik inderdaad dat begrippen als tijd en ruimte eigenlijk dan pas tevoorschijn komen. Niet op één moment, maar eigenlijk iets als een soort geleidelijk iets wat, ja, net zoals een horizon. Bij een horizon kan je je voorstellen dat dingen niet in één keer verdwijnen, maar langzamerhand verdwijnt iets over de horizon. Dus voor mij is eigenlijk begin meer een soort einde van ons eigen begrip. En daar komt uiteindelijk onze begrippen uit tevoorschijn. En als we rekening houden met al die informatie en dat kunnen microscopisch kunnen beschrijven, pas dan hebben we een hele meer complete theorie van het universum. Dat is toekomstmuziek, maar dat is iets waar ik uiteindelijk ook mijn collega's mee moet gaan overtuigen, is van, heb ik een ander verhaal over dat uitdijend heelal en waar al die straling vandaan komt, pas dan gaan mensen ook zeggen, ja, dan hebben we een andere theorie die de oude kan vervangen. Maar ik ben hoopvol dat dat een moment gaat komen. Dankjewel.